De Oer-Hollandse Maaike staat in Wolfersheim op het punt om te laden. Een partijtje buizen bestemd voor Oostenrijk. Maaike coördineert het proces, want zij is verantwoordelijk voor de vracht. Kan ze dat afmaken? Een klein beetje in voor, hè? Oké. Okay. Er staat allebei heel scheef op. En die kan gewoon zo'n stuk uitsteken nu. Als iets scheef ligt, ligt natuurlijk direct op de dinges. Zij is precies even breed als de trailer. Zij moet er precies in passen. Anders steek ik aan één kant uit. En dan heel ietsjes is geen probleem, maar hij ligt gewoon echt scheef op. Oké, okay. Allemaal koepel van voren. Ja, kom maar. Nou, ik ben tevreden. Zeer goed! Ik vind het leuker om zelf aan de slag te zijn. Ja, ik probeer die spanband tussen die twee tussen te krijgen. Maar er zit zo'n klein beetje ruimte tussen. Dus ik kom er niet tussen met mijn handen. Ze dicht op elkaar staan. Mooi, dank je, Jun. Oh. Nou, dat ziet er aardig mooi op. Dan zal ik toch wel even puzzelen van hoe krijgen we het beste erop of... Ja. Is alles goed? Macht ze goed? Macht ze schon öfter, hè? Die buizen liggen gezekerd op de trailer en Maaike mag haar sloffen weer aan. Contactsleutel om en Maaike begint aan haar rit naar Oostenrijk. Tegenwoordig is de 22-jarige gewend aan al dat typische mannengedrag. Ik krijg altijd wel opmerkingen naar je hoofd heen geslingerd. Het maakt niet uit of dat over 10 jaar is of dat het 20 jaar terug was. Ik denk dat die opmerkingen altijd blijven. Ik hoor van collega's wel, ze hadden beter dat vrouwelijke chauffeurtje voor jullie kunnen sturen. Lekker wijven, weet ik veel wat ze allemaal zeggen. Ik hoor het achteraf wel. Ja, je moet wel stevig in je schoenen staan in dit wereldje. Maaike is opgegroeid in het oosten van het land. En daar zijn ze uit ander hout gesneden dan in het westen. Ze zijn daar, ja, hoe zeg je dat netjes, niet zo kleinzerig. Als je echt in dorpjes komt, het platteland, echt die vriendengroepen. Ja, dan zijn de meiden gewoon, als ik meisjesachtig uit ben, dat ze ook gewoon wat meer kunnen hebben. Maar dat komt denk ik het grote deel door mijn broers. Die hadden echt geen medelijden met mij. Scheten op mij laten. Ja, vinden ze grappig. Maken ze er filmpjes van. Ja, ik denk dat we hier een beetje wel lomper zijn of zo. En dan is het tijd voor een sanitaire pitstop. Echt heel nodig. Ik hou niet heel lang meer vol. En een mooi moment om even de benen te strekken. Zo bepaalt elke chauffeur zijn of haar eigen ritme. Ik sta aardig vaak zo gewoon, als ik pauze maak, even kop thee zetten. Vooral als het droog is en het is aardig mooi weer, zit ik vaak wel even op de trailer. Even naar buiten, weet ik niet. Fijn dan in die cabine zitten de hele dag. Ik parkeer ook vaak zo ver mogelijk van het toiletgebouw af. Dan een beetje beweging krijgt tot aan het toiletgebouw. Dus pak je hem helemaal achteraf. En dat is gewoon 5 tot 10 minuutjes lopen naar het toilet. Als je terug bent, dan heb je in ieder geval aardig wat stappen weer gezet. Een beetje beweging erin. Is nooit erg. Dus. Ja. Auw. Dat ze op haar 22e al een paar jaar internationaal rijdt, heeft zo zijn voordelen, maar absoluut ook een aantal nadelen. Het is soms best eenzaam. Ik denk wel dat de meeste chauffeurs daar wel goed tegen kunnen, ja. Alleen zijn. Mij kan 2 kanten op, ja. Eén keer ben ik gewoon liever even helemaal lekker alleen en niet een andere keer. Kan ik best wel sociaal zijn. Maar liefst gewoon ver weg, want ja. Dat vind ik het mooist. Thuis in Rijssen had ze heel veel goede vrienden en vriendinnen met wie ze uitging en alles kon bespreken. Maar nu ze zoveel van huis is, is dat een beetje weggeëbd. Ik was altijd weg volgens hun. Dus ik werd uiteindelijk ook niet meer uitgenodigd. Of
leek wel of ze niet meer normaal tegen mij konden praten over andere dingen dan hoe was het op werk. Een andere vraag dan dat. Ook dan voor de meidenavonden werd je niet meer uitgenodigd. Of je zag in één keer in een groep of op Snapchat of op Insta. Lekker met de meiden, nou, het was super gezellig. Bedankt dat ik ook ben uitgenodigd. Tegenwoordig zijn truckstops de plaats waar ze vaker gelijkgestemden ontmoet. Na 9 uur rijden vindt ze het welletjes en gooit ze haar winkel dicht. Lekker douchen, lekker wat eten en dan lekker slapen. Een uurtje later dan verwacht legt de veerboot aan bij de kade van Igoumenitsa. Het is 11 uur 's avonds en Oronzo begint straks aan de laatste 470 kilometer naar Athene. Ik ben riposato sulla nave un paio d'ore, abbastanza bene, bello fresco. Penso di farcela arrivare ad Atene tutta una tirata, con una pausa a Patrasso e poi continuare per Atene. Circa un 5 ore di strada, 5 e mezza. E poi dopo lo scarico ci abbiamo un po' di libertà per stare un po' più liberi e poi aspettiamo il carico per rientrare in Italia. Als eigen baas is Oronzo altijd voorzichtig met wat hij uitgeeft. Je moet gewoon op je centen letten. Vooral geen onnodige kosten maken en al helemaal niet als je op het buitenland rijdt. Ho notato usando la carta di credito, assegno, bonifici. Fine anno andiamo fuori di una 1000, 1500, 2000. Allora, facendo i conti, con quei soldi, non dico vado a fare una settimana in montagna, ma 3-4 giorni li vado a fare. Het is sowieso onverstandig om met te veel contant geld rond te rijden. Non li metto tutti in tasca, ma non devi mai aver paura. Devi essere più forte della paura. È come incontri un cane e ti fai vedere che sei, hai paura. Wat financieel wel verstandig is, is tanken in Griekenland. Diesel is hier veel goedkoper, dus gooit hij hem vol bij zijn vriend Mikalis.